staatssecretaris Mona Keizer zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Ik heb besloten om het te doen omdat ik een jarenlange ervaring meebreng, zowel in de lokale politiek als hier als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer en nu als bewindspersoon in het kabinet. Ik heb daarbij verstand van zorg en van economie. Dat zijn de twee grote vraagstukken waar volgens mij de komende verkiezingen over gaan. En niet onbelangrijk, het wordt tijd dat het CDA geleid gaat worden door een vrouw, zodat alle vrouwen, meiden, onze dochters, kleindochters, schoondochters en vriendinnen zien dat het CDA geleid kan worden door een vrouw. Ja, Lemja, jij bent CDA-watcher bij NRC. Kwam het voor jou nog als een verrassing dat Mona Keizer vandaag zei, ik ga het doen? Voor deze watcher wel, ja. Ja? Tenminste, ik hoorde er gisteren van een collega die haar dus heeft geïnterviewd hierover. Want ze stond vanochtend ook in NRC. Ja, kijk, toen de jongen zich kandideerde, toen was er meteen een hele trits aan allerlei CDA-prominenten. Die zei, Hugo, jongen, jij gaat het doen. We scharen ons achter jou, hè. Siebrand, Buma, Grapperhaus, Raymond Knops, die voegde zich daar vrijdag nog aan toe. Dus ze hebben best wel hun best gedaan om het onaantrekkelijk te maken voor een tegenkandidaat om zich nog op te werpen. Door zich massaal achter Hugo de Jonge. Toch heeft zij, ik geloof, zondagmorgen bij het ontbijt op Vaderdag besloten dat ze het gaat doen. Nou ja, en dan zou je kunnen denken, nou is dat wel zo? Daar denk je natuurlijk al veel langer over na. Maar ik heb begrepen dat ze ook echt twee... Want ze heeft een filmpje, hè? Want zo doe je dat tegenwoordig. Je neemt een filmpje op om te zeggen, ik doe het. Ze heeft twee filmpjes opgenomen afgelopen zaterdag. Oh? Ja, eentje met ik doe het niet en eentje met ik doe het wel. En uiteindelijk is ik doe het wel is degene die we allemaal hebben gezien. Dus dat verhaal van die zondag, tuurlijk zal ze al lang over na hebben gedacht. Maar er gebeurde natuurlijk meer in de tussentijd. Hè. Kaag stelde zich onder meer kandidaat. Dus ik kan me best voorstellen dat dat soort factoren ook hebben meegespeeld. Dat ze dacht van, hé, een vrouw, ik ga het ook doen. Ik ga het ook doen. Ja. En denk je dat Hugo de Jonge ook verrast was? Of zou hij het hebben geweten? Ik denk dat hij de signalen al wel had gekregen. In ieder geval dat ze wel flink aan het twijfelen was. Er was overigens ook een D66-raadslid dat haar had zien lopen met een cameraploeg afgelopen zaterdag. Dat was ook wel een soort van hint dat ze ergens mee bezig was. Maar dat kan ook het filmpje geweest zijn dat ze het niet ging doen. Nee, dat weten we nu. Nee. Ja. We horen haar natuurlijk heel veel zeggen. Het is nu de tijd. Het is belangrijk dat er een vrouw het CDA gaat leiden. Hoe belangrijk is dat voor CDA-kiezer dat er inderdaad een vrouw komt? Nou, dat is best interessant. Ipsos, peilingbureau, die heeft dit jaar onderzocht bij verschillende partijen. Die heeft de vraag gesteld, zou u overstappen naar een andere partij omdat daar een vrouwelijke lijsttrekker is? En D66 scoorde daar bijvoorbeeld enorm hoog. Meer progressieve partijen deden dat. Maar het CDA, daar zijn maar 14% ja op die vraag. Dus die bungelde een beetje onderin de lijst. En Vandaag heeft het vandaag en gisteren gepeild onder CDA'ers. Het is wel belangrijk om erbij te vermelden dat het dus ook gisteren was voordat haar kandidatuur openbaar was. 25% van de CDA'ers zei dat belangrijk te vinden. 75% dus niet. Dus ik vraag me af of het bij het CDA nou heel erg speelt. Ja, waarom gaat ze dan toch de strijd weer aan? In 2012 heeft ze meegedaan. Toen heeft ze verloren van Buma. Ja. Waarom doet ze het toch opnieuw, denk je? Omdat ze vindt dat ze het kan. Ze heeft natuurlijk heel lang in de Kamer gezeten tussendoor. Toen zij in 2012 kwam, toen kwam ze best wel vanuit het niets. Ja. Ze was wethouder in Purmerend. Mensen dachten, wie is dit? Ineens verschenen overal allemaal profielen over deze vrouw uit Volendam. Moeder van 5, weet je wel. Het zijn dan van die standaard 5 jongens die allemaal in die profielen staan. Inmiddels heeft ze in de Kamer gezeten. Ze is staatssecretaris geweest. Ze zegt dan zelf, ik ben de wereld over geweest. Ik heb ervaring opgedaan. Nu kan ik het. Ze zegt dan zelf, dat klopt niet helemaal, of wel? Nou ja, ze is de wereld over gegaan. Ja, dat kan wel kloppen. We hebben een korte vergelijking tussen haar en tegenkandidaat Hugo de Jonge gemaakt. Hier op Rotterdam-Zuid ben ik begonnen. Ruim 20 jaar geleden voor de klas. Het CDA-gedachtegoed is mij met de paplepel ingegoten. Hier, op Volendam. Ik hou van het ondernemerschap van deze stad. Het geloof in nieuwe kansen, in hard werken. Geen woorden, maar daden. Hier zijn families van belang. Hier zijn vrienden van belang. Hier weten wij dat je samen sterk bent. Als wethouder van Rotterdam kreeg ik opnieuw de kans om het verschil te mogen maken in het leven van de mensen in deze stad. Die ervaringen nam ik mee toen ik minister van Volksgezondheid werd. Nu ben ik staatssecretaris voor Economische Zaken. Dus ben ik me in gaan zetten om ervoor te zorgen dat vrouwen kansen krijgen en ze vervolgens ook pakken. Samen zetten we de schouders eronder. Voor een sterke economie, voor een sterke samenleving. En daarom ben ik graag uw lijsttrekker. En daarom stel ik mij kandidaat als lijsttrekker van het CDA. Wat zijn nou de allergrootste verschillen tussen deze twee? Het zijn er een heleboel. belangrijkste. Laat ik beginnen. Ja, ik kan hier echt uren over uit. Laat ik beginnen met... dit is het CDA natuurlijk. Hij is protestants. Zij is katholiek. En dat speelt, weet je, die bloedgroepen in het CDA... Daarvan zeggen ze, die zijn niet meer zo belangrijk als dat ze ooit waren. Is dat zo? Maar ze zijn er nog steeds wel. Ja. Nou, ze hebben op dit moment natuurlijk een fractievoorzitter, Pieter Heerma, die is agnost. Dus je kan ook zeggen, zo belangrijk is het nou ook weer niet. Maar toch, het sluimert altijd nog wel in die partij. Maar kiezers uit het zuiden? Ja, iets anders dat nog echt meespeelt is, zij schaart zich heel duidelijk achter... de plattelandsregio's, de provincies. Hè. Ze is niet voor niks, heeft ze haar interviews... waarin ze haar kandidatuur bekendmaken heeft gedaan... in Veghel en in Zwolle, weet je wel. Dat doet Hugo de Jonge in Rotterdam. Hij zegt, die regio's zijn belangrijk... maar we moeten nu als partij ook eens die grote stad gaan veroveren. Nog belangrijker verschil, denk ik, omdat dat de afgelopen tijd in die partij ook wel heel veel heeft gespeeld, is de samenwerking met Forum voor Democratie. Wel of niet uitsluiten. En daarvan heeft Hugo de Jonge redelijk duidelijk gezegd dat hij het niet ziet zitten. Het gaat niet gebeuren, zei hij toen daarop doorgevraagd werd. Nou ja, Frits Spits is hier de taalkenner. Nee, hij zei, ik zie het niet gebeuren. Maar toen werd er op doorgevraagd, toen zei hij volgens mij nog stelliger. Ja, maar hij heeft, kijk, hij had moeten zeggen, als hij dat echt niet wil, ik wil niet... als ik leider ben van het CDA, dat het gebeurt. Ik geloof nog steeds niet dat dit niet gaat gebeuren. Nee, okay. Als hij zegt, ik zie het niet gebeuren... dan stelt hij zichzelf op als actor. He, dan is hij niet als actor, maar als toeschouwer. Dan is hij toeschouwer. Hij ziet het niet gebeuren. Okay. Maar als hij zegt, als ik de baas ben... dan gebeurt het niet, dan ben je duidelijk. Maar is dat een belangrijk strijdpunt? Kunnen ze daar achterban mee winnen in hun eigen partij? Met dit verschilpunt? Ja, ik denk, het is best een belangrijk strijdpunt. Kijk, Brabant heeft die kwestie gespeeld voor het CDA. Uiteindelijk is het CDA daar ook gewoon wel gaan samenwerken met de FVD. Toen hebben we met de krant een rondgang gaan doen langs politiek actieve CDA's... om te kijken, dat subsidiariteitsbeginsel is zo belangrijk voor deze partij. Namelijk dat... afdelingen zelf mogen beslissen wat ze doen. Hè? Niet de arrogantie van de Haagse macht die dat gaat vertellen. En daaruit bleek dat toch wel ruim 2/3 van de CDA'ers vond... dat inderdaad CDA'ers daar lokaal zelf over gingen. Kijk, een meerderheid vond dat landelijk samenwerken met FVD inderdaad niet zou kunnen. Maar die mogelijkheid houdt Mona Keijzer nadrukkelijk open. Precies, ja. Zij houdt dat heel nadrukkelijk open. Is dat slim? Vind je dat slim? Open. Nou, ik vind ja, ik denk het wel. Kijk, het hangt er vanaf naar welk deel van het CDA je kijkt. En daarom is dit zo boeiend. Er is echt een ideeënstrijd gaande. Het CDA heeft altijd al wel twee kampen gehad. Eén deel dat zegt, wij zijn een middenpartij. Wij moeten een middenpartij blijven. Maar ook een ander deel dat sinds 2010 in de Buma-jaren ook nog wel... en nog steeds wel een beetje juist denkt... nee. Onze groei zit aan de rechterkant. Bij de VVD, bij Forum, bij Wilders. Kijk naar het politieke spectrum. De afgelopen tijd is links versplinterd. Maar wordt dat een hele heftige strijd, denk je? Nou ja, de afgelopen tijd heb ik veel gedacht aan Zij aan Zij. Dat is een visiestuk dat in november is gepresenteerd. Overigens ook de naam van een website voor vrouwen die van vrouwen houden. Ben ik achtergekomen. Maar in dat stuk, en daarom heb ik het papiertje even voor me liggen... want daar was meteen heel veel om te doen. Dat stuk dat werd gepresenteerd, dat ging er over het CDA in 2030. Waar staat de partij dan eigenlijk? En daar kwam een zin in te staan... En die luidt, ik citeer even... de waarde, duurzaamheid en dierenwelzijn... en het inkomen van de boeren moeten belangrijker zijn... dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te willen blijven. Dus natuur boven economie. En boven boeren eigenlijk ook wel. Hè? Want voedselexport, waar komt dat vandaan? Boeren. Nou ja, toen zat ik bij Pauw samen met Annie Schreier-Pierik... en die was echt woedend. Europarlementariër van de partij. Ja. Over dat ene zinnetje. Ja. Hoe kon dat nou? De en Mona is dan kamp Annie Schreier. Ja, precies. Want hoe kon dat nou? De boerenpartij die deze ambitie ineens losliet. En inderdaad, tijdens het eerstvolgende congres... is dat zinnetje veranderd in... de waarde, duurzaamheid en dierenwelzijn... en het inkomen van de boeren moet... in balans zijn met de ambitie... Dus dat om is een kleine overwinning voor het kamp Keijzer, Schreier-Pierik. Het toont in ieder geval aan dat waar het bestuur heel graag van het CDA... met dat stuk toch wel een partij wilde maken... die ook voor de grote stad was, die duurzaamheid belangrijk wilde maken voor de partij... dat die toch wel te maken kreeg met tegenkracht die zo zwaar was... dat ze inmiddels dat ze uiteindelijk ook hadden moeten... Oké, dus die strijd speelt de komende week mee als zij met elkaar gaan strijden. Ja. Er komt geen strijd bij D66 vandaag. Rob Jetten gaat het niet doen... Het is echt een rare, het is eigenlijk een hele rare situatie als je erover nadenkt. Hè. Bij D66 is die strijd eigenlijk een soort van heilig. Interne democratie, hartstikke belangrijk. Bij het CDA zagen ze het eigenlijk helemaal niet zitten. En de jongen zei ook dat hij het niet wilde, hè? Ja, precies, was hij heel duidelijk over. Nu zitten we in de werkelijkheid dat het, zeg maar, nou ja, vul maar in. Ja, en waarom doet Jette het niet, denk je? Wat is de reden daarvoor? Hij is er eigenlijk best wel open over geweest. Hè? Hij zegt, Kaag kan het beter. En het is best wel verfrissend als een politicus daar natuurlijk zo open is... dat hij het niet in met allerlei rookgordijnen... Heeft probeert... u daar gelijk in? Nou ja, weet ik niet. Want dat moeten we nog maar zien natuurlijk met Kaag. Wat je wel gewoon moet signaleren is... de draagvlak voor Kaag in de partij was wel heel groot. Er werd echt met hoop naar haar uitgekeken. Dat was de vrouw die bij andere partijen, bij progressieve partijen... ook nog wat kiezers weg kon halen. Geldt dat ook voor Mona? Nou ja, dat heb ik net uitgelegd. CDA'ers vinden dat iets minder belangrijk om een vrouw als partijleider te hebben. Bij D66 speelt dat wel echt duidelijker. Maar ik denk dat het bij Jette ook wel heeft meegespeeld... dat hij in de 1,5 jaar dat hij fractievoorzitter was... het niet waar heeft kunnen maken. De verkiezingen die zijn geweest... hoewel je dat niet helemaal op zijn konto kan schrijven natuurlijk... maar heeft D66 in beide gevallen... zowel bij de Europese verkiezingen als bij de Provinciale Statenverkiezingen... fors verloren. Ja. En als dat anders was gegaan, dan had hij het misschien wel gedaan. Als hij wel de partij in de peiling omhoog had kunnen helpen. Of in de peilingen in ieder geval een beetje omhoog had kunnen helpen. Maar ze staan in de peilingwijzer... de afgewogen gemiddelde van een aantal peilingbureaus... staan ze eigenlijk steeds... redelijk laag. Het moet allemaal snel en kort bij het CDA. Er komt wel een debat, hè, begreep ik, tussen de Keizer en de Jonge. Ja, er moet nog een officiële klap opgegeven worden, maar er komt 6 juli. Dat is de laatste dag voor tegenkandidaten om zich eventueel nog te melden. Want dat kan nog, hè? Vrijdag... Kijk je nu in de camera om tegen de mensen thuis te zeggen? Nee, ik ging gewoon aan. Oké, het kan nog, mensen. Een oproep van mij, hoor. Even voor de duidelijkheid. Maar goed, tegenkandidaten kunnen zich dus nog melden. Eerst wordt er vrijdag overigens nog een voordracht door het partijbestuur gedaan. Nou, ze kunnen niet meer om Keizer heen, dus dat zal wel een tweevoudige... voordacht worden. Met pijn in hun hart overigens. Want het liefst hadden ze gewoon Hugo de Jonge natuurlijk. Oké. Dank voor nu. We gaan zo praten met Frits Spits over nieuwe taal en muziek door de coronatijd. In oktober werd hij uitgeroepen tot radiomaker van de eeuw.